Zaken om weer. Ik kom salam, man. Ja. Hoe is het? Je ziet er moe uit, man. Ik maak me een beetje zorgen, man. Ik heb 11 maanden lang. Doe ik allemaal uitgaan, drinken, niet bidden, niet praktiseren. Doe ik niks met mijn geloof. En dan komt de mooie maand Ramadan dan. En dan word ik opeens een praktiserende jongen. En ja, ik voel me daar niet goed bij of zo, man. Het is. Voel je niet goed bij omdat je het niet wilt? Ik wil het zo graag, alleen ik weet al gewoon, als de Ramadan weer voorbij gaat, ben ik weer, weer hetzelfde. Dan ga ik 11 maanden weer, ik voel me gewoon een hypocriet, denk ik. Zal ik heel eerlijk met je zijn en heel direct? Op het moment dat jij iets goeds wilt doen en jij hoort dat stemmetje in je hoofd van, hé, je bent een hypocriet. Weet je van wie dat stemmetje afkomstig is? Ja. Dat is niemand minder dan Shaitan. Wat is hetgeen wat jij kunt doen om Shaitan het ergst mee te irriteren? Ik denk aanbidden of zo, dicht bij Allah komen. Alles wat goed is, toch? Ja. Want hetgeen wat hij wilt, is dat jij afgedwaald raakt. En dat jij juist het slechte gaat doen. Dus dat betekent dat alles wat jij doet, waarmee jij een stap zet richting Allah, daarmee irriteer jij Shaitan en zal hij alles wat hij heeft, zal hij op je afgooien. Waaronder dit. Dus mijn advies aan jou is om hier helemaal niet naar te luisteren. Kijk, op het moment dat jij het goede wenst voor jezelf en jij zegt van oké, ik wil veranderen. Ongeacht wat jouw verleden is. Jouw verleden bepaalt niet wie jij bent. Na de Ramadan heb jij oprechte intentie om te veranderen? Of ben je bang dat je terugvalt? Dat zijn twee verschillende dingen. Waar zit je mee? Ik ben bang dat ik terug ga vallen weer. Oké, dus het is niet zo dat jij de intentie hebt om weer terug te vallen? Nee, natuurlijk niet. Want in de mooie maand Ramadan gaan we dan, dan praktiseren. Bid ik weer 5 per dag. Voel ik me zo goed bij. Maar wanneer de Ramadan voorbij is, dan val ik weer terug. Kijk, dit is iets waar iedereen mee te maken heeft. Weet je dat ik daar zelfs moeite mee heb? Hey joh. Iedereen, broer. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Huh? Ja. Ik bedoel, we hebben allemaal te maken met uitdagingen. En Shaitan, vergis je niet, hè, die kent ons allemaal heel goed. Hij heeft al eeuwenlang ervaring. Hij kent jou, hij kent mij. En hij weet precies hoe hij jou en mij moet triggeren. Dus hij zal jou raken met datgene wat het meeste effect heeft. En bij jou is dat jouw verleden. Snap je? Dus wil je weten wat mijn advies is? Ja. Kijk, we benaderen de maand Ramadan nu. En dit is de beste mogelijkheid om jezelf voor te bereiden en om jezelf te veranderen. Een van de redenen is dat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd dat dit de maand is waarop de duivels worden vastgeketend. Ja? Dus dit zorgt ervoor dat jij nu bent aangewezen op jezelf. Wie is de echte Bahari? Die komt naar voren tijdens deze maand. En daarom zien we dat tijdens deze maand dat het verrichten van daden, van aanbidding en dergelijke, wordt makkelijker, toch? Ervaar je dat ook niet? Ja, zeker. Gaat gewoon makkelijk. Snap je? Dus dat is inshallah een teken dat het hier goed zit. Dat het in jouw hart goed zit. Nu is het alleen aan jou om de stappen naartoe te zetten. En vervolgens na de maand Ramadan, kijk, straks praten we daarover verder. Maar wat belangrijk is, wat doe jij nu als voorbereiding voor de maand Ramadan? Hoe bereid je jezelf voor? Moet ik eerlijk met je zijn? Ja. Weinig, man. Als je liegt, kom ik er toch wel achter. Dus je moet sowieso eerlijk zijn. Ja, ik moet eerlijk zijn. Ik denk niet veel. Ik denk een beetje FIFA spelen, een beetje wachten tot Ramadan, dat Ramadan komt, denk ik. Ja. Oké. Verricht je 5 dagelijkse gebeden? Nee. Maar je weet wel hoe het moet, toch? Ja, dat wel. En tijdens de Ramadan verricht je ze wel? Ja, klopt. Waarom zou je nu niet beginnen? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet. Zelfs even los van wat je nu nog allemaal doet, hè? Je hoeft het me niet eens te vertellen, ik hoef het niet te weten. Ja. Maar even los van wat je doet. Weet jij dat het gebed iets is wat ervoor zal zorgen dat al die dingen die jij doet, dat je daar afstand van kunt nemen? Allah zegt in de Koran, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Dus het gebed dat jij verricht, dat zal ervoor zorgen dat het slechte in jouw leven, dat voor jou makkelijker zal worden om ervan weg te rennen. Heb je vrienden in je omgeving waarvan je weet, oké, deze persoon is streed met het gebed? Ja, sommigen wel. Sommigen wel. Oké, weet je wat? Bel diegene op en zeg tegen diegene, oké, jij bent mijn gebedsbuddy, om het maar zo te noemen. Ja, ja. Als het tijd is voor het gebed, of we verrichten het gebed samen, of we herinneren elkaar, maar wij gaan een doelstelling zetten om elke dag het gebed te verrichten. Ik zeg, dat is een top idee, maar zo kunnen we elkaar ook een beetje motiveren of zo, weet je? Hoe vaak reciteer jij de Koran? Ik denk vorig jaar Ramadan of zo gezien, man, laatste keer de Koran. Ja? Vaker Koran of vaker FIFA? Gewoon eerlijk. ik zeg eerlijk, ik denk vaker FIFA, man. Ja, en voel je daar goed bij, of heb je zoiets van, oké, misschien moet het wel wat anders? Ik moet eerlijk zijn, als ik FIFA speel, ik voel wel een leegte. Ja. Dus ik mis gewoon iets. Dat is dus ook mijn tweede advies. Zorg ervoor dat je elke dag, wat denk je, is het eerlijk om te zeggen, elke dag 1 bladzijde? Nee. Moet dat doen, zijn? Nee, moet wel meer. Meer, tuurlijk. Denk het wel, toch? Laten we beginnen met 1 bladzijde. Ja. Maak voor jezelf die commitment vandaag. Vanaf vandaag
ga ik 1 bladzijde per dag lezen. En op die dagen dat je het gevoel hebt van, hé, wacht, ik kan meer aan, ja, pak je een tweede, een derde, een vierde, hoeveel je maar aan kunt. Maar minimum elke dag 1 bladzijde van de Koran. Het beste is als jij het Arabische reciteert en vervolgens de vertaling. Maar als ik het Arabisch niet kan, want ik kan niet zo goed Arabisch lezen. Oké, ik ga het je leren. Ah, inshallah, dat zou wel mooi zijn. Ja? Ja. Want het enige wat je moet leren is nu nog niet het begrijpen van de Arabische taal. Het is het leren van het alfabet, zodat je in ieder geval kunt lezen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, degene die de Koran reciteert, maar er moeite mee heeft en stottert. Ja. Ja, ben jij zo iemand of ja, niet? Ja, maar ik stotter ja? veel, man. Ja, man, dat broer. Voor hem is de dubbele beloning. Ja, Eén voor de daad van aanbidding en de ander voor de moeite die hij verricht. Dus zorg ervoor, als jij deze twee dingen doet, broer, je gaat een gigantische verandering merken in jouw leven. Het gebed en de Koran. Blijf daarin standvastig en je gaat de Ramadan van je leven meemaken. Inshallah, ik ben benieuwd, man. Gaan we dat doen? Inshallah. Ja? Dank je wel. Goed, graag gedaan.